Wij zijn hier vanmiddag bij verzorghuis De Akkers in Nuenen. En naast mij staat iemand. Kunt u zich misschien persoonlijk even voorstellen? Ik ben locatiedirecteur Lisette Bernet en ik ben werkzaam bij SVV De Archipel, bij De Akkers en De Vloed in Zonnebrugge. U zegt SVVE De Archipel. Wat houdt dat precies in? Stichting voor Verpleging en Verzorging Eindhoven en Omgeving. Wij zijn hier nou vanmiddag omdat er een speciale happening te gebeuren staat morgen. Kunt u daar iets kort over vertellen? Ja, de mensen van de Akkers is een reis naar Lourdes aangeboden. In het kader van het 25-jarig bestaan van de Akkers. En morgen gaan 16 bewoners op vakantie in combinatie met een bedevaart naar Lourdes. En dat zijn alleen maar mensen van de Akkers die morgen gaan of van meerdere huizen? In eerste instantie gaan de mensen van de Akkers. En daarna zullen nog mensen gaan van alle andere locaties van in ieder geval de gelegenheid worden gesteld om te gaan van alle andere locaties van in Eindhoven. En u zegt naar Lourdes, bedevaartreis, vakantie. U noemt twee dingen. Kunt u dat ook wat toelichten? Dat is gecombineerd. Ja, zoals ik al zei, het is een bedevaart, maar zeer zeker ook een vakantie voor velen. Ja, men gaat dus vaak met een dubbele boodschap naartoe. Enerzijds zoeken van acceptatie, troost, vinden van lotgenoten, mensen die ouder worden. Ja, vragen zich ook dingen, gaan zich toch dingen afvragen in het leven. En willen daarnaast natuurlijk ook een leuk uitje. En dat is een mooie combinatie. Wat ook uitstekend past in de visie van SVV De Archipel, waar welzijn heel centraal staat. En heeft u die organisatie helemaal alleen gedaan of heeft u daar een rechterhand bij gehad? Nou, die organisatie is niet aan mij te danken. Dat is door Wil Vermeulen. Is dat in zijn geheel georganiseerd in samenwerking met enkele medewerkers van de Akkers. Wil Vermeulen is jarenlang verbonden als vrijwilliger, bijvoorbeeld als voorzitter van de cliëntenraad, lange tijd geweest voor de Akkers. En is nu projectleider voor alle Lourdesreizen binnen de stichting. En wij zijn dus heel erg blij met Wil, want hij heeft dit gerealiseerd voor de mensen. Wij komen uiteraard morgen nog even filmen bij het vertrek. En ik begrijp dat er dadelijk dan ook nog een eucharistieviering is daarvoor. Dat klopt. We hebben dus voorafgaande aan de reis een eucharistieviering georganiseerd. En die heet Op Weg, die eucharistieviering. En dat betekent dus dat nu maken wij de achterblijvers dat ook een stukje mee. Dames en heren. Welkom allemaal op deze wetsviering en een speciaal welkom voor u allen vandaag hier aanwezig die morgen zullen vertrekken naar Lourdes. Een prachtige reis die u werd aangeboden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Akkers door de SVVE De Archipel. Ook een speciaal welkom aan Lisette Bonnet, onze locatiedirecteur, en aan Ton Muurling en twee vrouwen. Tom, de voorzitter van de Raad van Bestuur. We hadden een zware delegatie vandaag hier aanwezig om u een goede reis toe te wensen. En zelfs de lokale omroep van Nuenen is aanwezig om dit bijzondere gebeuren te filmen. We zullen er ook morgen bij het vertrek bij zijn. Beste mensen, een reis als deze die u gaat ondernemen, vergt nogal wat voorbereiding. En de hele organisatie is al geruime tijd bezig. Met de voorbereiding van deze reis. Ook bent u er zelf al wellicht een tijdje mee bezig. Misschien zijn de koffers al gepakt. Ook in deze gebedsviering willen wij een voorbereiding doen. Laten we het noemen geestelijke voorbereiding. Door samen te bidden tot Maria, te luisteren naar verhalen en gedichten en samen te zingen tot Maria, willen wij ons voorbereiden op deze reis. Oh.
Met Maria, hoe zit dat?